Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 192, obsessie als brandstof. Hoe je frequentie te verhogen en te thriven boven de gouden lijn, plus geweldig Brains Magazine nieuws. Yes, van harte welkom bij aflevering 192 van de Shift naar Energy Joy en daarvoor bij podcastserie. Nou, ben je hier vandaag voor het eerst, dan wil ik zeggen van harte welkom. Welkom in mijn Energy Joy wereld. Mijn naam is Lisette Lucas en ben je een trouwe luisteraar? Super dat je er weer bij bent. Ik ga je vertellen, het wordt een krachtige aflevering. Dus zorg ervoor dat je helemaal present bent. Helemaal aanwezig bent in het nu. Want ja, dit is echt rocket fuel, om het zo maar te zeggen. Dus dit gaat jou voeden. Alle lagen en delen van je zijn. Dus yes, daar gaan we. Nou, als je het nog niet gehoord hebt, ik heb een internationale samenwerking gemanifesteerd met Brains Magazine. En ja, mijn allereerste artikel is deze maand gelanceerd en ik ben, zoals je waarschijnlijk zal begrijpen, helemaal over the moon. Wil je het artikel lezen en de informatie die daarbij hoort, check dan even de link in de show notes op www.lisettelucas.com/192 en dan kan je het op je gemak lezen. Maar waarom is dit eigenlijk zo belangrijk voor me? Nou, heel simpel. Het is omdat ik moet. Ja, hoor wat ik zeg. Ik hou niet van het woord moeten, maar in dit geval moet ik delen. Want het voelt namelijk als mijn taak, als mijn missie, mijn purpose. Dit is eigenlijk geen keuze. Dit is een roeping, een calling, of noem het een soul pool, een soul craving, een verlangen, een hunger. En ja, dat klinkt altijd zo mooi in het Engels. Maar laten we samen eens gaan duiken in het onderwerp van vandaag. En dat is obsessie als brandstof. Hoe kan je je frequentie verhogen en thriven boven die gouden lijn? Nou, je hoort het vast vaak om je heen. Veel mensen zeggen ook vaak, maak van je passie je werk. En ja, tuurlijk, daar begint het. Maar luister goed. Ik heb persoonlijk van mijn mes mijn message gemaakt. Ofwel, van mijn ellende, problemen, uitdagingen, heb ik uiteindelijk mijn boodschap gecreëerd. Dus de problemen die ik had, ik weet dat dat een global, een mondiaal, een wereldwijd probleem is. Dus uiteindelijk heb ik van mijn eigen bende van ellende, zeg maar, mijn boodschap en mijn business gemaakt. En ik heb dus mijn eigen problemen opgelost door top tools en technieken op wereldniveau te bestuderen, door te trainen met de beste ter wereld op het hoogste niveau. En ik heb met duizenden cliënten, studenten, podcastluisteraars en bezoekers van events te werken, mijn eigen levens- en businessveranderende recept gecreëerd. Maar waar het echt interessant wordt, is wanneer we overstappen, ja, deze is belangrijk, van passie naar obsessie. Naveen Jain is een internationale ondernemer en miljardair. En hij zei dit zo mooi en dit raakte me echt diep. Hij zei, passion is for losers. The real winners have obsession. They have an obsession to solve the problem. Dus wat zeg ik hiermee, of wat zegt hij hiermee eigenlijk? Dat is inderdaad oké is om gepassioneerd te zijn, maar om echt, echt krachtig impact te maken, moet je geobsedeerd zijn. Geobsedeerd met het oplossen van een probleem dat jou absoluut na aan het hart ligt. Ja, want waarom is dat belangrijk? Nou, dat is de benzine voor jouw raket. De waarheid is, wanneer je een obsessie hebt om een probleem op te lossen, word je een wereldveranderaar. Je staat dan 's ochtends namelijk op met een doel, met een missie. En dat is wat ik Energy Joy noem, die Energy Joy vibe. Daar sta je mee op. En dat is dus ook leven en thriven boven die gouden lijn.
Ik zal in de show notes ook de link naar de Gouden Lijn methode zetten. Die kan je gratis downloaden. Dus wanneer wij samen in zee gaan en wanneer wij samen verandering gaan creëren, dan zeg ik tegen jou, laten we dus gaan samenwerken. Niet alleen om leuk gepassioneerd te zijn, dat zit meer gerelateerd aan een hobby, maar het belang is dat jij geobsedeerd bent om je missie te leven en uit te dragen. Dus ja, de energie van obsessie is de brandstof die je nodig hebt om de wereld te veranderen, om levens te veranderen en om jouw leven te veranderen. Dus als jij je hierin kunt vinden en je bent klaar om als die raket de lucht in te gaan, nou, DM me dan het woord raket en dan gaan we samen deze reis aan. Gaan we samen deze reis maken in die krachtige energie van purpose-based obsessie. Uiteraard op een gezonde, krachtige en super liefdevolle manier. Nou, ik wil dit aan jou meegeven. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Super dat je erbij was. Vergeet niet om even de show notes te checken op www.lisettelucas.com/192. En je kan dus ook mijn samenwerking vinden met het internationale Brains Magazine via www.lisettelucas.com/brains. En je schrijft brains, zeg maar de Engelse vertaling van brein, hersenen. En dat eindigt met een Z. Met de Z van Zacharias, ja? Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Blijf leven en thriven boven die gouden lijn. En blijf alsjeblieft stralen als een krachtige high-frequency shifter. Want ja, het is tijd om te shiften. Vind je niet? Van passie naar obsessie. Het is tijd om jouw energy joy krachtig te claimen. Dankjewel voor het luisteren. DM me het woord raket wanneer je klaar bent voor die next level. En ik kijk ernaar uit je te zien, te ontmoeten of weer te zien. Tot de volgende keer. Bye. Zie je snel. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme energy joy mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energie-slurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.